Goedemiddag, dames en heren, in theater De Nieuwe Regentes. Wat fijn dat jullie er zijn. Vandaag gaat de droom in vervulling van Pieter Zuurmond. En hij is een hele goede vriend en bandlid van Piet Engels. Daar gaat het vandaag over. En hij was trombonist en hij wil graag, en dat is de droom, de muziek en de arrangementen van Piet Engels bij meer muzikanten en publiek op de kaart zetten. Vanmiddag hebben we 4 big bands uit de regio Den Haag. En die gaan een heel breed repertoire ter horen brengen van pop tot jazz tot Stan Kenton. U zult het allemaal herkennen. Ja, wat u niet weet, maar ik wel, is dat Marjan vreselijk veel werk heeft verzet. Omdat zij vanaf mei tot september aan 1 stuk door, heeft ze alle stukken, alle arrangementen van Piet Engels omgezet, gedigitaliseerd. Want je bent dag en nacht bezig geweest. En dat verdient op zijn minst een knal van een applaus. Wat is jouw relatie tot Piet Engels en de arrangementen daarvan? Kan je dat vertellen? Het was zo. We zijn hieraan begonnen, dus dan krijg je dat project. En dan denk ik, nou, dat is leuke muziek. Want ik had de muziek van Pieter gekregen. En ook wat ideeën en wat opnames. Dus je gaat het luisteren. En wat opviel was een beetje dat het natuurlijk meer dansmuziek is. Ja, je merkt gewoon dat alles is heel functioneel geschreven, heel volgeschreven. Wat je ook bij een harmonieorkest hebt. De klanken en de kleuren, dat zit er allemaal heel mooi in. Het is hele leuke muziek om te luisteren. When the moon I
could say bella, bella, even say one of our rich language only. Help me tell you how grand you are. I've tried to explain, oh my dear, this is shame. So kiss me and say it understand. Sharda, die zong altijd bij Piet Engels in de Shell Big Band. Maar vandaag, want ze is er nog steeds, vandaag in volle glorie, zal zij een paar nummers ten gehore brengen met de Swinging Oldtimers. Nou, ik ga jullie lekker laten spelen. Ik heb genoeg gepraat. Kijk en luister en geniet naar de Swinging Oldtimers. Is it on the pop? He said, come on, let's have a supper. I use my credit card, it is the wrong way to take a guy. Try to interview with a guy, nobody does it like me. Is it a wrong bell I ring it, but the wrong note I sing it? Huh. Nobody does it like me. If there's a problem I took, I don't solve it, I just knock it out. Nobody does it like me. Dan ben je het hart toestaan, twee stoelen, één voor jou en één voor mij. En misschien komt er dan later nog een heel klein stoeltje bij. Ja, dat is alles waar ik van dromen kan. Misschien zal zeker komen, kom, het ligt alleen aan jou. Life is a moment in space, when the dream is gone. It's a lonely place. I kiss the morning goodbye, but down inside you know, you never know why. Op een andere manier dan normaal. De scores er zijn, dus de volgorde van wat waar staat, was ook anders bij hem. Hij zet trompetten bovenaan, normaal staat de saxen bovenaan. En het was echt wel gewenning en wat staat hier. En na een tijdje kom je erachter dat die meneer heel erg goede arrangementen had geschreven. Die had die hele moeilijke muziek had die teruggebracht naar de essentie om het speelbaar te maken voor onder andere de Resonance Big Band. Nou, dat verdient natuurlijk zo'n pluim. Met ja, postuum dan voor Piet Engels. Zo'n pluim voor zijn werk. Dankjewel Wouter voor deze toelichting.
streets, every highway, and more, much more than this. Dankjewel. I did it my